kijkt naar deze extra video. Ik heb echt iets mega leuks voor jullie vandaag. Ik koop heel vaak dingen op United Wardrobe. Dit is een app en via deze app kun je eigenlijk online tweedehands spulletjes kopen van anderen. En die hebben dan zeg maar hun eigen mini shopje hierin. Nou, ik ga het allemaal laten zien. Het is super leuk. En ik ga laten zien wat ik heb gekocht zelf. Ik ga het ook aandoen. En ik ga laten zien wat ik zelf ga verkopen. Ik gebruik het zelf zeker al een jaar ongeveer. En ik heb best wel veel dingen al verkocht en ook gekocht. Ik heb ook al een paar favoriete items die ik heb gekocht. Die ga ik ook nog even laten zien. Dus ja, veel kijkplezier. Ik heb om te beginnen echt alles verzameld in een mand. Het is echt bizar. Ik heb dus voor €250 mogen bestellen. Dat tegoed heb ik gekregen van United Wardrobe om deze video te maken. Dat is de samenwerking. Meer zit er niet achter. That's it. Maar ja, dit zijn nu echt een soort van cadeautjes. Het is een soort grabbelton voor mij geworden. Want ik heb dit dus al een weekje opgespaard. En ik heb super veel zin om het open te maken. Ik heb sommige dingen wel even opengemaakt om op de app eventjes kenbaar te maken dat ik het had ontvangen. Want dat leg ik zo wel uit hoe dat werkt. Maar dat moest dus eventjes. Maar ik heb het dus nog niet echt aangedaan of open echt helemaal eruit gehaald. Echt alleen maar een beetje zo gespiekt. Met uitzondering van 2 dingetjes die ik echt even nodig had voor iets. Dus die heb ik wel uitgepakt. En deze hele mand, die ga ik te koop zetten. Ik heb laatst mijn kast een beetje opgeruimd en het is nogal makkelijk voor mij. Want ik ben gewoon onwijs veel afgevallen na de zwangerschap. Dat hebben jullie vast wel gezien als jullie me volgen. En zo niet. Ik ben 20 kilo afgevallen. En daarom zijn dit soort apps gewoon super handig. Want als je veel schommelt in je gewicht, dan heb je gewoon vaak nieuwe kleding nodig. En dan is het gewoon niet bepaald duurzaam als je steeds nieuwe kleding in winkels koopt. Dus vandaar dat ik heel graag gebruik maak van United Wardrobe. Oké, we gaan het eindelijk uitpakken. Ik zal hier in het stukje naast ook even laten zien wat mijn bestelling was. Zoals je ziet, ik had een hele rij met dingen besteld. Er is 1 item wat uiteindelijk niet binnenkwam omdat het meisje het niet meer had. Kan gebeuren. In dat geval krijg je gewoon je geld terug gelukkig. En in ruil daarvoor heb ik iets anders besteld en dat was dit. Deze heb ik dus nog helemaal niet uitgepakt, want ik wist al wat het was. Dus ik kon dat al aangeven. Maar ik ga hem wel als eerste eventjes laten zien, want ik ben er ook echt heel erg benieuwd naar. Oké, hij is echt super glitterig. Hij is veel meer glitterig dan dat ik had verwacht. Ik wilde heel graag, met natuurlijk de feestdagen en zo die eraan komen en feestjes, een echte flared glitterbroek. Hij is trouwens, zie ik nu, van de Bershka. Het is een M, maar valt als een S, zei ze. Dus tadaa! Wow. Deze jas is echt mega leuk. En wilde ik ook al heel erg lang. Ik ben heel benieuwd hoe die staat. Ik weet niet overal de prijzen meer van uit mijn hoofd. Maar ik zal hier even de prijs zetten van deze jas. Er zijn er ook een aantal mensen die kleding te koop zetten die ze zelf maken. Ik vond de opdruks vooral heel erg leuk. Ja, misschien weten jullie wel dat ik hier heel erg van hou. Dit is zo'n mond en aan de achterkant staat deze. Ik hoorde er nog 1 bij. Waar is die? Ze heeft er ook een heel briefje erbij gedaan. Leuk dat je de t-shirt hebt gekocht. We hopen dat het shirtje bevalt en dat je plezier van hebt. Voor het wassen is het belangrijk dat je hem binnenste buiten draait. En vervolgens alleen op temperatuur van 30 doen. Nou, dat snap ik als het log gestreken is. Deze vind ik heel erg grappig. Seriously. De tekst vind ik echt mega leuk. Dus daarom moest ik hem wel hebben. Wappa! Wappa! Oké, deze broek wilde ik ook al best wel lang. Hij is best wel heftig. Ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat staan. Geen idee of het wat is. Dat is zo'n lakbroek. Hij drukt mijn billen een beetje erg plat wanneer die wat kleiner is. Je krijgt hier ook een paar rolletjes. Dus nee, dit is geen broek die je in een maatje klein moet hebben. Maar dat vind ik heel erg jammer. Want ik vind hem echt heel erg gaaf. Dus ik ga op zoek naar deze. Maar dan een maatje groter. Ik moet en zal deze hebben. Echt waar. Als jullie een tipje hebben, laat het me weten. Hieronder. Oh, ik wil hem! Oké, nou ik ga nu eventjes naar mijn orders. Daar kun je dus zien wat ik allemaal heb gekocht. Oh, ik moet hier nog even aangeven dat ik de broek heb ontvangen. Dus dan druk ik op ontvangen. En ik heb hem net al gezien. Nou, het is allemaal goed. Dus ik wil hem houden. houder. En dan kun je ook nog een review geven. Dat doe ik straks eventjes als ik alles heb aangehad. Want dan ga ik alles nog eigenlijk even een review geven. Dat vind ik altijd wel leuk om te doen. Ik vind het zelf ook leuk om reviews te krijgen. Dus dat doen we dan straks nog eventjes. We gaan nu nog even verder naar de prijs. Zoals je ziet, ik heb ook een aantal dingen gebundeld. Dus die shirts die ik net liet zien. Kettingje trouwens, die ik hier heb. Die heb ik ook al om. Ja, dus die heb ik alvast uitgepakt. Superleuk kettingje. Hier een groot pakketje met een mooie verpakking eromheen. Zo leuk, dit jasje. Die was dus van Zara. Oeh, die is wel klein. Oeh, die valt heel erg klein. Dat is heel erg jammer. Nee, Lisa, voortaan moet jij die jasjes echt in een M hebben. Oeh. Nou, dat scheelt niet veel meer. Nee, is al. Trouwens ook een trui van, dus blijkbaar vind ik op een of andere manier deze opdruk heel erg leuk. Oh, ik zie het al waarom ik dit heb gekocht. Ik ben heel erg fan van LA, dat ook. Maar er staat ook 1984. Nou, hoe toevallig. Twee dingen. Dat is namelijk mijn geboortejaar. There we go again. Oh, deze heb ik gebundeld. Je kan dus ook bundelen. Dan doe je dingen uit iemand zijn shopje bij elkaar. En dan doe je eigenlijk een bod voor meerdere dingen. En dat is ook fijn voor diegene. Want diegene bespaart dan ook op de verzendkosten. Omdat het bij elkaar kan. Dus vaak krijg je daar gewoon leuke deals uit. Nou, dit vind ik echt een heel erg leuk kerkrokje. Deze erbij. Oh, dit zit eraan vast joh. Ha, ik dacht dat dat gewoon alleen dit jasje was. Maar er zit gewoon dit aan vast. Grappig. Ja, dan moet je echt wel, dit moet echt wel op de grond vallen. Toch mensen? Hier heb ik al iets opengemaakt. Deze bundel was €20 en ik kon het niet laten om die vast uit te pakken. Want ik had namelijk heel erg nodig even, nou ja, blazertje, weet ik veel. Ik had deze gewoon echt even nodig. Dat is echt zo'n ja, heel fijn basic itempje wat je moet hebben. En hij is van een hele lekkere stof. Hier ben ik echt zo blij mee. Zo blij mee. Echt waar, als degene die dit heeft verkocht het ziet, thank you. En er zat dus nog wat in, dat heb ik ook niet uitgepakt. Nog een broek erbij. Gewoon een H&M'tje. Maar ik vond hem wel leuk. Dus ik dacht, nou, bundelen. Hè? Oh ja. Dit shirtje was ook grappig. Dit werd gewoon bij mij door de bus gegooid. Dus waarschijnlijk heeft iemand dit aan mij verkocht die gewoon in de buurt woonde. Die dacht, nou, ik ga het gewoon brengen. Want het, ja, het werd gewoon 's avonds ineens door de bus gegooid. Hoe leuk is dit shirt? Staat er een keer op? Oh ja. Take space. Ja, ik vind het geniaal. Maar het is ook echt een superleuk shirtje. Ja, dit is echt Disna. Disna gewoon. Een groot cadeau voor Disna. Een teddy. Jas. Tweedehands kleding gooi ik eigenlijk altijd meteen in de was wanneer ik het heb gekocht. Maar een jas, dat kan niet. Dus dat is wel een beetje anders. Sorry, ik kan het niet laten. Even meteen aan. Oeh! Ja, die is leuk. Oeh, vet leuk. Daar ben ik heel erg blij mee. Oké, deze kogelgatenbroek, die had ik laatst gekocht op de Ei Hallen, maar ik wil hem toch verkopen, want hij is net even iets te klein. En ik vind een broek die net even iets te klein is, waar gaten in zitten, vind ik echt niet kunnen. Want dan komt het er echt uit als een soort rollade. Dat is gewoon niet. Dan heb ik nog een hele leuke flared broek. Die pas ik op zich nog wel, maar ik heb er al zoveel, dus ik wil deze verkopen. Zet ik erop. Geen idee waarom eigenlijk, maar ik heb hem gewoon nooit aan. Dan heb ik ook nog zwangerschapskleding. Ja, zonder om het er niet op te zetten, want het zijn hele leuke dingen. Deze tuinbroek is echt mijn favorietje. Die had ik heel vaak aan toen ik zwanger was. Ik hou ervan. Echt waar. Ik moet trouwens ook weer eens een keertje een tuinbroek hebben. Dit is een speciale zwangerschapsbroek van Noppies, waar de straling van je telefoon en je laptop en dergelijke niet doorheen komt. Geeft mij een heel goed gevoel voor je buik en je babytje. Ja, toch? Dus die ga ik er allemaal opzetten. Ik heb ook nog wat kleding die ik gewoon een keertje heb besteld bij de H&M, nooit heb uitgepakt. Dus het is echt nieuw. Maar ik ga het dan wel even aandoen voor de foto. Want het is altijd beter om een aanfoto erop te zetten. Maar het is dus wel nieuw. Dus ik laat het kaartje er gewoon in zitten. Deze heb ik zelf ook een keer op United Wardrobe gekocht. Maar Bart vindt het echt verschrikkelijk als ik hem aan heb. En blijkbaar... ja, blijkbaar denk ik daar soms wel aan, want ik doe hem ook nooit aan. Ja, gewoon nog wat broeken die gewoon niet lekker meer zitten of niet echt mijn ding meer zijn. Oh, dit is ook echt een onwijs fijn jurkje als je zwanger bent. Nou ja, het is sowieso een heel erg fijn jurkje. Alleen ja, ik ben natuurlijk zoveel afgevallen dat hij bij mij nu echt als een soepjurk zit. Zwangerschapskleding, zwangerschapsbroekje. Je kunt mij ook volgen daar. Je kan elkaar ook volgen. Dat is superleuk als iemand een beetje jouw smaak heeft. Want dan kun je dus elkaar volgen. En dan krijg je ook een update als je dat wil. Nou, ze heeft weer wat nieuws geplaatst of zo. Dus super grappig. Dan wilde ik nog twee dingetjes laten zien die ik zelf ooit op United Wardrobe heb gekocht. En wat echt mijn favorietjes zijn geworden. En dat zijn twee dingen. Ik weet niet meer precies wat ik ervoor heb betaald. Volgens mij €20. Deze Vans schoenen. En die had ik van de zomer echt heel erg veel aan. Ik heb ze echt veel gebruikt. Ze zijn nog steeds mooi. Blijven dus lang goed. En ik heb er heel veel vragen over gehad. Over deze schoenen waar ik ze heb gekocht. Nou, ik heb ze dus op United Wardrobe gekocht. Maar ze zijn van Vans dus. Alleen ja, het zal wel een of andere oude collectie kunnen zijn. Dus als je ze nog wilt, dan kun je ze misschien ook op United Wardrobe vinden. En voor veel minder geld natuurlijk. En deze trui, die heb ik ook geloof ik voor €20 gekocht. En ja, die heb ik echt super veel aangehad. Lekker om mee naar de sportschool te gaan. Of lekker gewoon te chillen thuis in de winter. Of in andere tijden. Boeien. Het is gewoon een lekkere trui. Dus dat. En nog veel meer leuke dingen. Maar ja, dat kan ik niet allemaal gaan laten zien in deze video. Want dan wordt het echt een eeuwig lang durende video. Dus vandaar. Dat waren alle dingetjes die ik heb gekocht. En die ik ga verkopen. Dus kijk even in de link hieronder als je mijn shopje wilt zien. En als je je via mij aanmeldt krijg je ook nog eens een €5 shoptegoed om mee te beginnen. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd of jullie dit soort video's vaker willen zien. Waarbij ik wat kleding laat zien. Dus een beetje shoplook-achtig. Maar een beetje haul. Noemen ze dat haul? Ik ben er niet zo heel erg in thuis. Ik ben ook eigenlijk helemaal niet zo echt thuis in kleding en fashion enzovoort. Maar waar ik wel thuis in ben is gewoon lekker je eigen ding doen, je eigen stijl hebben. Op zoek gaan naar koopjes, maar ook een beetje duurzaam bezig zijn. Nou, dat was hem eigenlijk. Hartstikke bedankt voor het kijken. Zie je de volgende keer. Bye bye!